Thijs van der Brink en Anders Snevel, jij bent officier geworden, hè, gisteren. Daar hebben we beelden van. Oh. Even voor de jeugdige kijkers, let op. Kom even hier staan, Andries. Het beste Andries, het is met buitengewoon veel André. Genoegen... dat ik jou meldde dat het Hare Majesteit de Koningin heeft behaagd... om jou te benoemen in de, als officier in de Orde van Oranje Nassau. En ik mag je de officierslag vragen. Waarom zou dat Hare Majesteit nou behagen om jouw officier te maken? Man, dat ik bedoel, ik zit sinds gisterenmiddag zit ik met die vraag. Die mevrouw kan zich ook al niet verdedigen. Je wordt gewoon helemaal meegesleept. Ja, ik kan haar niet vragen ook. Ja. Maar waarom? Lastig hoor. Nou ja, er is een laudatio, er is dan een stuk waarin dan staat... waarom de koningin heeft behaagd mij dat lintje te geven. En ja, in dat stuk staan een aantal dingen. Noem er eens één. Dat ik, nou, je krijgt tegenwoordig geen lintje als je 30 of 40 jaar ergens bij een bepaald bedrijf werkt. Ik werk 30 jaar bij de EO. Ja, maar daar dus niet voor. Daar krijg je dus niet voor. Dus je krijgt voor een aantal dingen die je buiten je werk om hebt gedaan. Nou, noem dus maar eens één. Ik heb veel werk in de samenleving gedaan. Ik heb veel werk in de kerk gedaan. Jongeren ben ik bezig geweest. Ik heb een... Het is van wetenschappers opgericht. Concreet, dit zijn abstracte verhalen. Ik heb dit gedaan, dat. Dat staat er. Er staat één zin, maar ik kan hem niet citeren. Dat vind ik een hele prachtige zin. Dat ik in het 11e uur in 18 jaar heb geprobeerd om de relevantie van geloof in het politieke discours en in het publieke domein een bepaalde vorm te geven. Een prachtige beeldhouden zin. Ik zou hem niet kunnen schrijven. En dat was denk ik een van de kernzinnen waardoor de Majesteit dacht, joh, ik maak hem officier. Want de Majesteit is ook een kijker. Die geruchten gaan. Ja? Dank je, Thijs. Ja, denk het wel. Ja. En nu, de Majesteit moet dan toch ook teleurgesteld zijn dat het programma ophoudt? Ja, maar dat moet dan de premier in de Kamer gaan zeggen. Want de Majesteit zegt dat zelf natuurlijk niet. Ja. Dus waarom houdt het programma op, Andries? Het programma houdt op omdat wij bij de EO dit voorjaar en deze zomer dachten... wat er in de lucht zit, dat is het onderwerp moraal. Dat is verantwoord handelen, dat is ethiek, dat is normen en waarden. Dat is hoe ga je om met je geld, met je banken, met je milieu... met je onderwijs, met je medische sector en noem maar op. En dat kon je niet alleen. Dat heeft met moraal te maken. Kon je dat niet alleen? Dat wilden we iets meer thematiseren. Dus in het 11e uur kwam het wel langs, maar daar wilden we een programma van maken wat het week aan week zou thematiseren. Toen hebben we het Jongen lachte naar mij, toen lachte ik terug. Ja. Toen hebben we bedacht, dat gaan we met z'n tweeën doen. Liefst hadden wij het 11 uur gehad op de dinsdag... en moraalridders op de woensdag of de donderdag. Daar gaf de netmanager geen toestemming voor. Dus hebben we gekozen en hebben we gezegd... oké, dan gaan we nu dat programma moraalridders met z'n tweeën maken. Goed. Zo ongeveer. Laten we het hebben over moraalridders. Om te beginnen de titel. Ik neem aan dat het een knipoog is, want jullie werden al eerder... af en toe een stukje als moraalridders weggezet. Maar dit is dan bedoeld in positieve zin, neem ik aan. Zeker. Een moraalridder, als het goed is, is aan het eind van dit programma... is dat echt een... Als je een moraalridder bent, dan deug je. Dan ben je een held. Dan deug je? Ja. Maar jullie zijn dus moraalridders, dus jullie deugen? Wij zeggen niet dat we het zelf zijn. Het programma heet zo. We gaan veel mensen uitnodigen. Maar wat is deugen? Wacht even. Laat Thijs nou even zijn woord maken. Hou nou eens even je mond. Wat is deugen? Als je dingen goed doet, dan deug je. Vind je het raar? Nou ja, ik ken het begrip deugen. Ik vind het moeilijk. Wanneer deug je dan bijvoorbeeld niet? Nou, als je steelt of als je moordt, dan deug je niet. Dan deug je niet. Nou, als je gasten beledigt, kom je ook in de entree. Maar zei ik niet, hoor. Of die gasten. Is het zo dat... Kijk, de EO is een christelijk omroep. Laten we daar geen doekjes over ombinden. Is het zo dat je meer deugt naarmate je christelijker bent? Nou, dat zou ik zeker niet over zeggen. Nee, dat zou mooi zijn, maar ik denk niet dat het zo is. Dat is het grote misverstand in de samenleving. Dat christenen denken dat zij moreel beter zijn dan mensen die geen christen zijn. En dat is in ieder geval... Nee, ik vroeg niet of ze het denken, ik vroeg of ze het zijn. En we proberen hoogstaand moreel te leven met veel verantwoord handelen. Daar falen we in. Dus wij zullen nooit zeggen dat wij beter zijn dan anderen. Laten we concreter worden. Een fragmentje uit... Het 11e uur. Nee, toch? Het programma dat helaas... Welk denk je dat we gaan nemen? Ik heb zo'n gevoel dat daar een moslimbroeder langskomt. Klopt. Ja. Jabbert van der Ven. Daar komt hij. U zegt, u wilt eigenlijk diep in uw hart dat Geert Wilders doodgaat. Ja, binnen nu en twee jaar. Ik zou er blij om zijn. Ik zou er blij om zijn. Ja. Daar bent u eerlijk. Maar ik hoop niet dat het een moslim is die hem vermoordt. Nee, liever kanker. Liever bijvoorbeeld, ja. Stel nou, dit onderwerp zou worden aangedragen door de redactie... voor het nieuwe programma Moraalridders. Hoe zouden jullie dit... bespreken. Welk onderwerp bedoel je? Het interview dat Andries hield met Jabbert van der Ven in het 11e uur. Oké, om daarover te gaan praten? Ja. Dan zouden we stevig met Andries gaan praten, denk ik. Ja, en wat zou je dan... Doe dat eens. Hoe gaat dat dan? Nou, moest dat zo, Andries? Ik zit er nog steeds mee thuis.
Want ik had die avond, de avond ervoor in de GPD-pers gelezen dat hij deze dingen vond. Dus wat hij daar allemaal zei was voor mij niet nieuw. Alleen, ik ging één vraag te ver. Ik wist dat hij die avond ervoor had gezegd, ik wil Wilders dood hebben en liever door kanker dan door een moslim. Hij zat het weer te vertellen die avond bij mij. Hij zei, liever niet door een moslim. Toen had ik moeten stoppen. Maar omdat ik wist dat hij dacht door de kanker, vroeg ik waardoor dan wel, wetende dat hij kanker zou zeggen. En dat is een fout van mij geweest. Wat was dat dan? Was dat dan effectbejag? Nee, want ik zat helemaal niet lekker in dat interview ook. Nee, dat was voor mij dommigheid door één vraag te ver te gaan in dat programma. Ik ga Andries nu verder niet plagen, maar ik zou er dan nog een poosje op doorgaan. Ja, maar gaat het zo in het programma Moraal? Dat zou kunnen. Ja. Je moet niet denken dat het alleen maar scherpe, zure gesprekken worden. Dat zal af en toe gebeuren. Wat je net met Thomas deed, vond ik leuk. Ja. Mm-hmm. Ik denk dat ik het vanaf het begin wat scherper had neergezet. Even lekker kletsen. Dat zou ik leuk vinden, met als kijker. Ja. Met hem. Als je vindt dat hij te ver gaat in die serie, vind ik het in ons programma wat we gaan maken leuk om dat even stevig aan te zetten. Ja, maar dus dan zit je bij elkaar in het begin van de week, of in elk geval tijdens de voorbereidingen, en dan ga je een aantal dingen langs. Oh, ik heb Thomas Ros gezien bij Pauw en Witteman. Ja. Dat is misschien wel aardig om die uit te nodigen. Ja. En dan ga je op die vragen dieper in. Is dat het? Ja, ik denk het wel. Ja? Bijvoorbeeld. We hebben een aantal dingen geselecteerd waarvan wij dachten, voer voor moraalridders. Mag ik nog eens opschrijven? Nee, je hebt het gewoon langs. Ja. Nou. Ze wist dat ze zelf niet meer beter kon worden. Maar de tijd die ze nog had, stak ze in haar laatste doel. Zoveel mogelijk mensen laten weten dat je niet moet schelden met het woord kanker. Niet alleen omdat ik ziek ben, maar ook kinderen die ook mensen eraan hebben verloren. Die hebben er gewoon heel last van en die durven dat niet te zeggen. We leven in een tolerante maatschappij. Dit is Amsterdam, multiculti-stad. En daarin is het niet passend dat moslima's wel hun geloof mogen en kunnen uitdragen door middel van de hoofddoek. Maar de heer Aziz mag niet zichtbaar getuigen van zijn liefde voor Jezus Christus. De kruis voor mij was alles. Ik voelde dat de kruis is boven mij, boven mijn familie, boven iedereen. En dat is mijn geloof. Wat vind je ervan? Kan het? Een vriend van mij is necrofiel. En ik denk dat hij het wel zou kunnen waarderen. Ja. Andries, jij maakt... Jullie hebben een mol op onze redactie, want dit zijn vier voorbeelden die we op de redactie besproken hebben. Zo voor de hand ligt deze misschien een formule. Zou ook kunnen. Ja? Maar nee, dit is de oogst van een week waarvan wij in 5 minuten dachten, nou, dat zijn dan onderwerpen. Dit zijn onderwerpen. Ja, maar het zijn ook allemaal interessante onderwerpen. Alleen, wat ga je er dan mee doen? Laten we zeggen, Patricia Pai, het laatste onderwerp. Nee, we hadden gedacht, wij nemen Theo Maassen. Nee, ietsje veiliger voor ons. Ja? Hoezo? Ietsje veiliger voor jou? Ja, Patricia Pai, dan moet je het over vrouwelijke vormen gaan hebben en zo. Dus dat en dat deugt niet, vrouwelijke vormen? Ja, dat deugt wel. Ja hoor, ja? Dat weet je toch wel, jij? Ja, ik weet het wel, maar het is voor jullie kennelijk een gevaar. Nee. Maar we zouden Theo Maassen waarom is Patricia Pai een gevaar dan? Dat zou flauw van me zijn. Maar wij hadden gekozen voor Theo Maassen, omdat die belediging naar Patricia Pai een hele forse belediging is, waarin ook nog eens keer geen excuses voor aanbiedt. Dan zou je Theo Maassen uitnodigen en vragen, joh, waarom kom je tot die woorden? Waarom bied je niet excuses aan? Waar komt dat vandaan dat je dit type woorden gebruikt als belediging naar in dit geval naar Patricia Pai? Daar zou je een mooi interview over kunnen maken. Maar ook wel gewoon nieuwsgierig. Waarom mag iemand van 25 wel in de Playboy van jou en iemand van 60 niet? Ja. Welke gedachtenwereld zit erachter? En welke moraal zit er bij jullie als het gaat over de Playboy en de leeftijd? Ja, ik maak mij niet zoveel uit. Ik zou er sowieso niet in gestaan, hoe oud je ook bent. Nee, maar jij zal niet gevraagd worden. Maar vrouwen worden wel gevraagd. Sorry? Maar dames worden vaak wel voor zo'n blad gevraagd. En vind je dan dat leeftijd een argument is? Nee, als mijn dochter dat zou vragen, zou ik sowieso zeggen nooit doen, hoe oud je ook bent. Ja, Andries? Hetzelfde antwoord hebben wij vanmiddag gerepeteerd. Want we deze vrouw is over zijn dochter ook. Over zijn dochter, mijn dochter. Goed. Nou, laten we dan een ander voorbeeld nemen uit het rijtje. Dat meisje wat tussen die vechtende jongens, gefilmd door Thomas Slijper, gewoon vanuit zijn eigen appartement. Ja. Wij hebben dat weekend met elkaar zitten mailen, of aan de eindredacteur zitten mailen van, hey, als we nu ons programma hebben, dan zou dit meisje de moraalridder van de week zijn. We gaan elke week een moraalridder van de week kiezen. Dat is dus iemand die iets goeds gedaan heeft. Ja. Wij vonden dat dit meisje iets heel goeds gedaan heeft. Als het tenminste allemaal klopt, want het leek ook wel een beetje in scène gezet. Stel dat het allemaal klopt, dan zouden wij dit meisje graag laten zien als een voorbeeld voor de samenleving. Zo kan je het doen. Dus maar wacht, hoor ik nu dus, er komt elke week een moraalridder van de week. Die kiezen wij. Ja. Die heeft dan een goede daad verricht. Die heeft een goede daad verricht. Dus dat kan Theo Maassen nooit worden die week? Nee. Die zou deze week niet geworden zijn. Nee. Andere week misschien weer wel. Nee, maar je nodigt hem wel uit.
Ja, maar dat is dus apart. We maken een programma met een aantal onderdelen. Een van de onderdelen is dat wij in bijvoorbeeld 2 minuten een moraalreader van de week kiezen. Dat doen we zelf. En hij legt dan aan mij uit of ik aan hem waarom we die gekozen hebben. Daarnaast interviewen we gasten. Oké. Okay. Want ik las ook in het persbericht dat jullie een gesproken column gaan. Ja, dat is dat gewoon. Dat is ja, dat ja, kleine wat jullie al ons vroegen net eventjes over dat gesprek met Abu Dhabi van de Ven. Dan gaan we een gesproken column met elkaar doen over de vraag. Maar dat is wat gewoon mij is een gesprek. Dat is geen, ja, niet nee, een column, ja, column die je van tevoren geschreven hebt en zegt. Nee, we hebben er wel van tevoren over nagedacht. Maar een column, dat is, dan moet je echt 5 minuten tegen zo'n camera praten. Dat is als communicatievorm niet meer zo van deze tijd, dachten wij. Dus we proberen daar een andere vorm voor te vinden. Maar wel dat we zelf ook standpunten innemen. Dat is spannend, want het kan ook weer tegengebruikt worden als je volgende week iemand anders interviewt. Dat is altijd lastig als interviewer. Maar het is ook leuk. Volgens mij breng je dan een beetje meer opinie in debat. En dat is wat wij leuk vinden om te doen. Zouden jullie bijvoorbeeld ook een EO-presentator nemen die in de Linda staat, die helemaal aan homoseksualiteit is gewijd? Ja. Of wij die zouden uitnodigen als gast? Ja, of ja, daar het de moraalridder van de week van maken? Ja, als we achter zijn actie zouden staan, zou dat kunnen. Maar ik vind het altijd lastig om collega's te interviewen. Want daar weet je weer meer van en zo. Dus dat zouden we niet zo gauw doen. Nou ja, maar als je als EO een programma opricht met de titel Moraalridder en je laat alles wat de EO zelf doet of nalaat buiten beschouwing, dat heeft ook iets merkwaardigs. Ja, maar de vraag is of het geloofwaardig is. Als ik Arie Boomsma ga interviewen, waar ik een jaar lang naast gezeten heb, dan denkt iedereen, hij gaat niet echt tot het gaatje. En dan kan ik het wel weer gaan doen en dan expres nog een... Nou, dat is een beetje raar. Tot het gaatje is een beetje ongemakkelijk. Nee, dat, ja. Dat is ongemakkelijk. Ja. Dus dat je beter Patricia Paya doen? Oké. Ga je kijken? Ja, natuurlijk gaan we kijken. Gaan we kijken? Ja, we gaan kijken. Gaan de gasten kijken? Moraalridders. Ik zal zeker wel af en toe kijken. Dat klinkt niet van harte. Ik moet ook ergens naar kijken als jullie niet meer op de buis zijn. Maar u wordt gebeld. U spreekt met de redactie van Moraalridders, mevrouw Sap. Ja. En we wilden u uitnodigen voor vanavond. Want dat twitteren, dat is natuurlijk iets heel moois. En we willen u misschien wel tot Moraalridder van de Week bestempelen. Ja, nou ja, dan zou ik gewoon... Kijk, als het echt je de kans geeft om je eigen thema daar neer te zetten... dan zou ik daar niks op tegen hebben. Maar ik vind de term Moraalridder... Het wordt gewoon een journalistiek interviewprogramma. Dus u kunt altijd uw eigen verhaal vertellen. Dat is niet anders dan andere programma. Dat is prima. Maar de titel Moraalridder, daar zou ik niet direct heel blij van worden. Want dat klinkt mij toch een beetje als gelijkhebberigheid op fatsoensgebied. Dat snap ik. Waarom alleen fatsoens? Waarom niet moraal op het gebied van milieu? Of op het gebied van bonussen van banken? De dingen waar GroenLinks zo mee bezig is. Waarom dan alleen op fatsoensgebied, mevrouw Sap? Dat hangt aan de term vast. Als je gewoon even opzoekt in het woordenboek wat Moraalridder... Dat hebben we ook gedaan. Dat is het eerste waar je denkt, maar als jullie het breder trekken... Wat wij graag willen is die term een nieuwe lading geven. Want het woord moraal, daar is op zichzelf niks mis mee. Dat is iemand... een vrij subjectief gegeven. Van Balkenende is normen en waarden. Dat zijn mijn normen en waarden namelijk niet. Dus dat moet iemand niet zeggen, want ik heb ze anders. Maar als iemand een hoogstaande moraal heeft... Dat is het criterium om iemand uit te nodigen. Zo. En als iemand zich heldhaftig gedraagt, dan zeggen we, dat is een ridderlijke man. Alleen als je die woorden samenvoegt... Dan ineens zou het een negatieve lading hebben. Dat is raar. Wij hebben de ambitie. Prinses Christina uitnodigen die geld via een beheersstichting achter de muur van Paleis Noordeindeweg. Ja, als jij dat voor ons kan regelen, dan zou dat graag. Wij nodigen mensen uit met wie wij het eens zijn. Het is veel leuker mensen uit te nodigen waar je het niet mee eens bent natuurlijk. Dat geeft spanning in het programma. Dus dan zou prinses Christina, als jij voor ons kunt regelen dat zij in ons programma komt, dan komt zij in ons programma. Thomas? Dat is ongeveer iets wat ik niet kan regelen. Dat alweer niet. Even middels dat lintje terug. Maar wat we graag zouden willen... ook niet meer in voor jou, Thomas. Wat we graag zouden willen is dat het op de duur een geuzennaam is. Het moet een... Als iemand tegen je zegt, je bent een moraalridder, dan zeg je dankjewel. Graag gedaan. Wij zeggen dankjewel. We gaan kijken. Leuk joh. We zijn door het programma heen.